Truckstop. Hallo Henk. Naar Italië? Dat is niet gek. Ik meerijden? Maar hoe kan dat dan? Is dat niet lastig? Het wordt natuurlijk geen vakantiereisje. Hard rijden, zo snel mogelijk terug. Oh, dat snap je wel. Oké, pik je over een uurtje op. Vandaag weg en vrijdag terug. Kom Henk, zit niet zo lang met je moeder te bellen. Nou, ik hoop hoor. Ja. Dag mams. Dag. Je moet morgen voor 12 uur in Milaan zijn, bij de admiraal. Ja, geef dan de papieren maar. En geen gekke dingen, want we hebben al een paar keer last gehad met die firma, omdat we te laat waren. Maak me nou niet zenuwachtig, Anja. Natuurlijk wordt het wat dacht je? En dit is een kans om nou eindelijk uit dit rotcafé te komen. Dat wil je toch? Dat wil ik, ja. Ik kan nog wel wat anders dan pil stappen. Eigenlijk wil ik met Henk een eigen zaak opzetten. Ik heb tenslotte mijn diploma's. Hier heb je meer aan. Kijk eens. Die vond je toch zo mooi? Smeer er maar een extra laagje op. Trappen zal dat niet. Als het zo moet. Wat doe nou, het werkt echt. Gekke meid. Dank je. Hé, hey Henk. Hé, hey, hallo. Zeg, jij gaat voor de eerste bergen in, hè? Ja. Daar zou het kunnen zijn dat er remmen bij gesteld moeten worden. Moet je wel even op letten. Oké, okay, bedankt. Goeie reis. Je belt me op in Milaan en je belt me op in Napels. Dit is je eerste grote reis, dus hou je kop erbij. Natuurlijk, komt in orde. Ja, is goed. Zo simpel is dat, hè? Als je de sleutels vergeet en de deur openlaat. Natuurlijk, Jan, wie anders? Hé, hey, Marion. Kwart over 12. De dag is al half om. En ik wil voor morgenochtend in Milaan zijn. Dan gaat de helft van die beeldbuizen eruit. In het donker door Zwitserland, dat mogen we vergeten, Henk. Hé? Waarom? De lichten doen het. Je mocht daar s'nachts niet rijden. Veel te gevaarlijk. Wist je dat niet? Nee. Dag Jan. En in Napels staat ook nog een vracht computerterminals. Die moet nog voor het weekend naar Rotterdam. Wat een gejakker. Ja. Heb je alles in de bergen gereden? Een goede raad. Rij achter een chauffeur met ervaring. Dat is veiliger. Ik zal eraan denken. Bedankt. Goeie reis. Bedoelen. We tel je altijd mee en daar spreekt iedereen je taal. De wet van de asfaltprairie, die kennen ze daar allemaal. 300 paarden klachten, hoor ze grommen, hoor ze gaan. Alleen een onvervalste cowboy kan zoveel paarden aan. Er is nog lef en lol en romantiek. De wereld is nog wijd. Van de asfaltweg, die zijn van deze tijd. Paardenkrachten. Heerlijk, zo'n file. Mm-hmm. Wat zeg je? Ik zeg dat het lekker is dat we even stilstaan. Ja, en ik moet voor morgenmiddag 12 uur in Milaan zijn. Verder dan de Zwitserse grens komen we toch niet vandaag. Nog een kleine 700 kilometer. Ik schat 10 uur vanavond. Als ze daar een beetje opschieten. 10 uur.
Er zijn nog 311 wachtenden voor u. Er zijn nog... Je zit onder. Tot nu? Ja, regen. Bioja. Goed. Hagel. Het is bloedheet daar, 30 graden in de schaduw. Wat heb ik nou een hagel? Denk nou even na. Weet ik niet. La Grandine. Mist. La Neve? Nee, dat is sneeuw. Mist. Marion, alsjeblieft. Het is toch je vak? Je gaat naar Italië. Je moet toch met die mensen kunnen praten? Als jij me daarbij helpt, is er toch niks aan de hand? Wat is het? Wat? Mist? Ja, kom nou. Ik weet het al. Nebbia. Wie weet. Nebbia is goed. Passen we daar samen op? Er zijn toch twee bedden? Nee, wil ik niet. Oh, sorry. Tuurlijk. Goedemorgen. Morgen. Ik ben niet zo bekend hier in de bergen, dus ik dacht, is het goed als ik achter u aanrij? Ja hoor. Ja, jij maar achter me aan. Maar dan moet je wel opschieten, want ik ga nu weg. Oké, bedankt. Kom op, we gaan. Wacht even, Jo, ik ben bijna klaar. Nee, die man rijdt ons voor. Kanje van een truck is dat, hè? Zou zo'n ding maar niet kosten? Wat een tempo, zeg. Buitenspiegel zitten frunniken. Stel hem eens even bij. Nee, iets meer naar binnen. Ja, goed.
rijdt die vent hard, zeg. Niet zeuren. Marsman, Marsman, hoor je me? Hallo Marsman, hoor je me? Wat is er, jochie? Kan je me niet bijhouden? Laat me niet zomaar losrijden. Oh ja, dat dacht ik al. Kun je niet beter in je eentje doorrijden? Gek inhalen in een bocht. En daar moet ik een voorbeeld aan nemen. Als je me dat nog één keer flikt, dan neem ik de trein terug. Ik meen het. Hij daagt mij toch uit? Ach, jongen, houd toch op. Oké, je hebt gelijk. Wat denk je? Kan het weer? Waar staat hij nou? De zak. Wat een hufter. Doen. Die hond pakken natuurlijk. Niet doen, kom nou. Godverdomme. Kom maar gauw, stap nou in. Je wil het beest nog niet hier laten. Oh, Jezus. Kom jij er eens uit, jongen? Ben je belazerd? Stilstaan in de tunnel? Pleur op, man. Rijd er maar door, straks vliegt er een bij jou achterop. Kom op! Godverdomme idioten! Voor zo'n klerenhond rijd ik me maar aan te pletter. Maar kom jou nog wel eens tegen, jongen. Tuig! Blitzer rijdt zelf als een idioot. Ach, houd het gewoon voorop, hij heeft gewoon gelijk. Ik had nooit voor het beest moeten remmen. Ik ben blij dat je dat wel gedaan hebt. Hoe zullen we je noemen?
Marion, laat het nou. Hij gaat er echt uit zometeen. Ah, je hebt natuurlijk al een naam. Je heet Dick Pasta. Zo, jongen. We gaan hier op straat zitten. Zoek maar een andere baas. Oh. Of wil je hem nog een tijdje bij je houden? Oké. We vinden in het zuiden wel een rustig dorp voor je. Oké? Dan gaat hij er ook echt uit, hoor. Nou, we zijn in elk geval mooi op tijd. Het industrieterrein van Milaan is hier linksaf, haal je dat nog? Ja hoor, wij zijn groot. Wat is dit nou weer? Cocco, sciolto, scioperare, sciopero. Staking? Staking, net wat we nodig hebben. Maar vraag jij eens hoe lang dit gaat duren? Domani, proprio domani. Devi fare solo un sorrisetto, passa e basta. Oggi niente. Sorrisetto per la stampa. E basta. No. Niente. Sciopero, sciopero. Ze staken in ieder geval tot morgenochtend. Ik ben op z'n vroegst morgenmiddag vast in Napels. Zeg, waarom hebben jullie eigenlijk zo'n haast met die terminals? Het wordt weer gekke werk, hoor. Nou, er moet toch weer een dag wachten. Het wordt toch vrijdag voordat ik daar weg ben. Zorg dat je morgenochtend de eerste bent. Dan zet je de wagen nu voor het hek. Je moet hier uiterlijk zaterdagochtend om 5 uur terug zijn met die terminals. Nou, dat betekent dat ik wel eens 20 uur achter elkaar door moet draaien, hè? Marion, geld. Doe een spaghetti, zie. Marion, ik ben in gesprek met mijn chef, godverdomme. Hallo? Hoe is spaghetti? Si. Als je op de eerste verre rit die ik je geef al moeilijk gaat doen. Momentje. Ja, ik weet dat ze staken. Dat zal echt niet zo lang duren. Zorg jij nou maar dat je op tijd hier bent. En bel niet zo lang, dat kost alleen maar geld. Degenkamp. Dat kan je niet maken, joh, als hij terugkomt. Heb ik mijn bord leeg? En jij? Gaat het een beetje? Wat? Hoe vind je ons reis? Leuk. Met jou. Snelwegen, parkeerplaatsen, opgepepte snackbarretjes. Oh, daar ben ik dol op. Lekker patatje, frikandelletje, balletje met. Jammer genoeg verkopen ze dat hier niet. Nee. Ik vind het enig. Je bent een schat. En met dat taalgietje van jou nog onmisbaar. Maar dan morgen wordt het wel pezen, hè? Ik wist van tevoren dat je moest werken toen ik met je meeging. Als we zelf een wagen konden kopen. Ik wil weg uit dat café. Ga je dat echt willen? Mm-hmm. Ik bedoel, denk je dat we het zouden kunnen samen? Ja. Sorry, una sigaretta. Oh, prego, signor. Grazie. Vacanze? Nou, Holland. Dat vroeg hij niet. Prost. Benito,
Vieni subito da qui! Sì, mamma. Sì, mamma. Quante volte ti devo dire sempre le stesse cose? I cani, fumare, il bere. Okay, diventerai ma... come il tuo... Ik geef het op. Nou, die is vast wel wat gewend. Ja, dat kan wel wezen, maar ik kan er niet tegen. Nou, godverdomme. Ik kom er nooit van het klerenbeest af. Je moet gewoon een beetje oppassen. Ga ik naar boven of ga jij? In elk geval worden wij morgen als eerste gelost. Dat is voor jou het enige dat telt, hè? Mm-hmm. Slaap ze. Ja, met Henk. Ik ben als eerste gelost. Ik ga nou naar Napels. Maar of het me lukt om daarvoor vanavond ook nog te lossen, dat is maar de vraag. Wat krijgen we nou? Natuurlijk haal je dat. En niet alleen lossen, ook laden. Je moet uiterlijk zaterdagochtend om 5 uur hier terug zijn met die terminals. Joop neemt de wagen van je over en gaat ermee naar Engeland. De boot wacht niet. Is het tijd om mijn haar even te kammen? Niet zeuren, ik moet vandaag nog helemaal in Napels zien te komen, zeg. Ik weet niet waar hij het over heeft. Aan de telefoon is het allemaal zo makkelijk. Wees nou maar rustig. Je kunt niet harder dan hard. Zelf heeft hij natuurlijk nooit op zo'n wagen gezeten. Even een kaartje pakken. Het is toch heel anders dan bij ons, hè? Nou, lekkerder. Geef mij nog een stukje. Hoe laat is het nou? Kwart voor 1. Vergeet op dat bord te kijken. Hoeveel kilometer was het nog? Napels is nog 235. Wat domme, dat haal ik nooit. Nog maar 2 uur. Lossen, dat lukt misschien nog, maar laden zeker niet. En wat doen we met die hond? Zullen we ergens een hotel nemen? Hè? Kunnen we eindelijk eens in een gewoon bed liggen? Weet je wat het kost, een hotel? Nou, dat kan ik toch betalen? Daar gaat niet om, schat. Ik ben een trucker, geen toerist. Ja, maar je bent wel moe. Nou, vooruit dan maar. Maar dan staan we morgen heel vroeg op en dan gaan we 1 ruk terug. Goed? Wat dacht je van Cesario? Voor een bed en een douche verkocht. En een licht bad op zijn minst. En een bed waarin je kan verdwalen. Maar hem kunnen we niet meenemen. Nee, want dan kan je weer niet. Thank you.
Ehi, come stai? Da dove vieni? Che stai facendo qua? Eh? Giuseppe, vieni subito qui che abbiamo ospiti. En wat denk je? Alleen de bruidssuite is nog vrij. De bruidssuite? Nou, daar ziet het anders niet naar uit. Een matrimonio, zei hij. Is dat niet de bruidssuite dan? Ik weet het niet. Ik zal het straks opzoeken in mijn boekje. Het ziet er prima uit hoor, marmeren trappen en zo. In Italië zijn alle trappen van marmer, schat. Dat is het goedkoopst. Nou, kom er maar uit. Ik stop dik in de oplegger. Nee, dit blijft in de cabine. Ja, straks scheidt hij alles onder. Oké. Come andrei a finire non lo so. Troppo pigro per lavorare, tutti i giorni in giro, ma... Prego, prego, si accomodi. Che bella signora. Yeah. My son speaks English. Giuseppe! Prendo la chiave. La stanza numero 30, la più bella che ho, c'è pure la televisione a colori. Do you understand? Mm-hmm. Giuseppe! Disgraziato. Beh, la troveranno anche da soli. Al primo piano. First floor. Had je nog wat willen zeggen? Ja, 5 o'clock out of bed. Nou, dat is wel goddank niet gelukt. Marmeren trappen. Nou, kost in elk geval een bom geld. De bruidssuite, zei je toch? Allora Agnese, stanotte dormirai da noi. Ja, al solito, sempre pronto a levar l'opera buona dalla bocca degli altri. Te non lo fai mica per la ragazza, ma contro di me. Te dormirai da me. Ah, prego, prego, signori. Torniamo, se non vi dispiace, alla questione delle acque del Po. Vabbè, allora ciao a tutti, papà. Ciao, Mosè. Arrivederci. La questione del buco, grazie a Mosè. Mi ha saputo convincervi. Ah, televisione a colore. Oh, cosa dici? Ho firmato. Alzario, tu eri contro. Ma il buco eri contro. Più forte. Dat is toch een goed idee van je. Hoe wil je dat dan doen? Nou, gewoon sparen. Heel veel sparen en dan zo snel mogelijk een wagen kopen. Tweedehands? Ja, natuurlijk. Anders is het niet te betalen. Een kleine. En een klant te zoeken, hè. Eigen baas zijn. Dat heb ik altijd al gewild. Weet je wat een koppelbaas is? Ja, hoezo? Mijn vader werkte voor zo'n koppelbaas. Mijn vader van een steiger was gevallen. Hartstikke dood. Toen is die smeerlap niet eens meer naar mijn moeder gegaan. Ja, dat gebeurde op een vrijdag. Maar het geld wat hij die week verdiend had, heeft ze zelfs nooit gezien. Jezus. Hé, dan ken ik nog wel wat leuke verhaaltjes hoor. Omdat ik dat graag wil. Waarom wil je dat graag? Waarom denk je? Misschien omdat je een beetje van me houdt. Hou jij een beetje van mij? Jij van mij? Dat zeg je toch niet? Dat doe je. Bye.
Henk. Dick blafte. Ja, Dick moet gaan slapen. Afrekenen. Afrekenen, alsjeblieft. Il conto, prego. Reken jij maar even af dan, hè? Dan ga ik van start. Grazie, signora. Grazie. Mijn wagen is weg. Wat? Mijn wagen is gestolen, godverdomme. Hoe kan dat nou? Ja, che succede? Mijn trailer is... Rubato. Rubato. Giuseppe, vieni subito qui. Venite con me. Accompagna la polizia, gli hanno rubato il camion. Alla chiamo il spullo, ben so terug. Posso offrirle un cappuccino? Pare che il ragazzo abbia un cane e una fidanzata e il cane abbia abbaiato durante la notte. Do you speak English? English, of course I do. They've stolen my truck, you hear me? Sit down. How you know truck is stolen? Of course my truck is stolen. Hey! Sit down, please. Per cortesia, seduto, seduto. Hey, waar kom jij vandaan? Ecco il cappuccino. Oh, Giuseppe. Do you come with me on your Vespa? Certo, volentieri. Do you have papers? Papers, ja. Alsjeblieft. Maybe the truck is not stolen. Maybe you sold the truck. Sold? Sold my truck? Are you crazy? Don't be nervous, Saddam, please. Ik kan denken dat ik mijn eigen oplegger zou verkopen, man. Je bent hartstikke getikt. Speak English, please. The truck was stolen last night. You hear me? Stolen. At what time it was stolen? Hoe laat? Half vier of zo? Sorry, speak English. Half past three? Alle tre mezza. I do. You go to the police, and I'm coming with the truck, okay? Okay. Thank you.
Ik heb hem gevonden. De trailer is weg. Ze hebben er een ander nummerbord op gezet. Vinden we nooit meer terug. Nou, je hebt tenminste je hond weer, hè? Niet zo onredelijk, joh. Als we die hond niet hadden gehad, had ik die trekker ook nooit gevonden. Godverdomme. 200 beeldbuizen en een oplegger verspeeld voor een straathond. Dan heb je goed bedje, Henk, want je bent zo moe. Jij weet verdomd goed waarom je dat hotel wilde. Nou, ga je spullen maar halen. Als je mee wilt rijden, moet je opschieten. Klootzak. Nou, vooruit. Ga je vriendjes zoeken. Er is toch geen leven voor jou in zo'n wagen? Ach, ik had dat kenk er lang uit moeten gooien. Hij heeft nog geblaft. Hij heeft ons nog willen waarschuwen, maar jij luisterde niet eens. Het zou godverdomme helemaal lekker worden. Je wil mij vertellen dat ik... Hou alsjeblieft op en rij niet zo hard. Henk, zou je alsjeblieft wat langzamer kunnen rijden? Je rijdt een stuk gemakkelijker zonder oplegger. Jezus. Het is nog goed dat ik die trekker gevonden heb, anders had je met de trein naar huis gekund. Het is slim van mij om jou mee te nemen, zeg. Vijf. Nooit meer. Weet je wat dit betekent? Dat ik mijn baan kwijt ben, dat ik misschien nooit meer aan de bak kom. Nou, dan begin je toch voor jezelf? Dat wil je toch zo graag? En laat dat klerenwees aan bek houden! Hey, pas op! Stop! Stop, zeg ik je! Ik wil eruit! Ik wil er nu uit! Als jij je dood wil rijden, dan moet je dat helemaal zelf weten. Belachelijke aansteller. Ach, barst dan ook! Zo, het meisje met de hond. Zo zie je maar weer, hè. Je komt steeds dezelfde mensen tegen op de weg. Ben je niet bang zo alleen, meisje? Heeft die gozer je eruit geschopt? Rij niet zo hard, man! Toch bang? Hoeft niet hoor. Ik reed die weg al jaren. Hey, is die gozer van jou zijn oplegger verloren? Was het maar waar, die is gestolen. Dat komt er vallen. Godverdomme puber, gestolen. Tom, het is Marsman. Trut. Zo, ben je hier in haast zeker? Rustig nou, hè? Ik wil eruit! Er is toch niks aan de hand? Ik wil eruit! Ik wil eruit! Ik wil eruit! Dick?
plaats is nog vrij, hoor. Nou, kom je nou nog, verdomme. Kom, Dick. Kom. Dickie. Kom. 1, 2. Hopla. Zo. Daar zit ik weer. Gelukkig. Samen uit, samen thuis. Dat van dat hotel, dat was mijn schuld. Ach, kom, ik wilde dat toch ook? Ja, maar ik had het voorgesteld. Als ze dan verdomme die wagen maar niet gestolen hadden. Breng je geen geluk, Henk? Nee, dat van die grote eigen zaak samen, dat kunnen we wel vergeten. Hield ik echt van je klootzak. Als die Degenkamp eruit gooit, vind ik wel weer wat anders. Maar rijden zal ik. Als het moet van Aalsmeer naar Schiphol. Bloemen, godverdomme. Bollen. Eerst maar weer eens zien dat ik werk krijg. Jij moet eerst terug naar je baas. Maar dat je eruit gaat, dat is wel zeker. Nou, wat heb ik er dan nog te zoeken? Je moet het niet zo laten afweten. Mooie chauffeur ben jij. Bellen ze me op uit Napels, dat je niet meer komen opdagen. Dan vind ik in de garage de trekker. Gelukkig erom in een aangiftebiljet dat de oplegger gestolen is. Dat heb je tenminste nog goed geregeld. Maar het was niet makkelijk in Italië. Weet je waar die oplegger is nu? Daar hebben ze vanmorgen over gebeld. Ergens langs de weg tussen Napels en Cesario. Leeg. Joop is er naartoe om hem op te halen. Je begrijpt wel dat zoiets niet kan, Henk. Oh ja, dan nog iets. Vond ik in de cabine. Wat heb je allemaal uitgevoerd, jongen? En ik ben eruit gedonderd, natuurlijk. Wat ga je nou doen? Werk zoeken. Dus proberen bij Van Sierten waarop werkt. Ik hoop voor je dat het lukt. Hé, Anja. Je krijgt hem terug. Het heeft niet echt geholpen. Dan gebruik ik hem zelf maar weer. Mag ik dan ook eens met je mee naar Italië? Maar we hebben wel een hoop lol gehad, hè?